Het vormt een bedreiging voor de omgeving van Dinteloord. Wij zien natuurlijk dat er bepaalde bezwaren zijn, maar ook een hele hoop onderbuikgevoelens. Kan mijn dochter nog over straat, ze zijn ongemanierd. Ja, die moet je dan even wegschrappen. Wij zien meer kansen dan bedreigingen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldoen. Ja, dat is het gemakkelijkste om mee te gaan met de plannen van de gemeente. Van wat de gemeente doet, zal wel goed zijn. Je moet ergens die mensen huisvesten. En wij vonden ook dicht bij het dorp, zodat je toch wat contact hebt met de inwoners, dat ze in hun vrije tijd ook wat kunnen doen, vonden wij belangrijk. Wij hebben als werkgroep inmiddels een aantal alternatieve locaties gevonden. En die zullen wij binnenkort publicaties over geven. Er zijn geen vrije vakantieparken of wat dan ook. Hè. Er is al een vakantiepark waar ten onrechte mensen zitten. Nee, er zijn op dit moment geen alternatieven. En dat is heel simpel. Ik heb echt wel een paar vervelende Facebookberichtjes gehad, waarvan ik denk, nou, dat is toch wel erg onder het niveau. Dat is mij niet bekend, want ik kijk en zit zelf niet op Facebook. Dat zijn randverschijnselen die bij alles wat in de publiciteit komt optreedt, maar die men niet persoonlijk mag opvatten. En waarom men dat doet, weet ik niet. Daar heb ik geen mening over. Het is niet correct in elk geval. U slaapt nog wel goed 's avonds? Ja, nou ik wel, maar mijn partner had er toch wel moeite mee. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Ja. Wij staan lijnrecht tegenover elkaar voor wat betreft de locatie. En op andere terreinen, zoals het fatsoenlijk onderbrengen, daar zijn we het wel over eens. Maar dat is niet het item. Ja, misschien dat we een keer rond de tafel kunnen zitten. Maar dan op zakelijke en vooral niet op emotionele argumenten met elkaar kunnen praten. En zien waar je misschien elkaar wel of niet kunt vinden. Genoeg is genoeg. Dus dit is een van de onderdelen waarover de burger in het algemeen ontevreden is. Een zeer grote groep mensen heeft zich aangesloten bij onze werkgroep om dat naar voren te brengen.